Hoi, ik ben Judy en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Met een Zachte G. Onze gast van vandaag past heel goed bij de kerstgedachte. Het is Chef van der Klein. Hij is nog maar 26 jaar en nu al genomineerd voor Sociaal Werker van het Jaar. Chef werkt voor Contour de Twerm in de Reeshof. Een organisatie die als motto heeft: iedereen telt mee, iedereen doet mee. Maar voordat we gaan losbranden met de vragen, gaan we eerst even kijken naar een nieuwe aflevering van Gas erop. Welkom bij een nieuwe aflevering van Gas erop. Ik ben Mabel en op het moment sta ik bij Safari Park Beekse Bergen. En vandaag ben ik jullie gids. From the day we arrive on the planet and blinking step into the sun, there's more to be seen than can ever be seen. Dat jullie met z'n allen een keer wensen om hier met een dier te pakken. En hoe heten jullie allemaal, niet te gaan? Esmee. Esmee. Eaten, some say, live and let live. Yeah. When all are agreed, as they join the stampede, you should never take more than you give. Zoals jullie zien op dit bord, is de wandelroute aan de linkerkant, maar indien wij niet van wandelen houden, kiezen wij voor de safaribus. Na een kwartiertje zoeken zijn we eindelijk bij de vertrekhalte van de safaribus. We wilden eigenlijk met de auto gaan, maar die hebben we helaas niet tot onze beschikking. Dus dan maar 10 minuutjes wachten. De bus is er, dus laten we het gidszijn maar even overgeven aan de echte gids. Speciaal kieplaat op de neus. Nels een rendier. Een joh? Is er ooit wel eens iets misgegaan? Of iemand is uitgestapt? Ja. Ja, er kunnen altijd dingen gebeuren op het levende haven. Een vrouw. Dus dat is ooit in de geschiedenis vast wel eens gebeurd. Kan ik u vragen wat uw functie is op het park en wie u bent? Mijn naam is Henry en ik ben hier een verhalenverteller. En ik vertel iets over Afrikaanse dromen. Dromen over dieren en over de jungle en over de savannes. Over dat ken je wel, hè? Ja. En ik vertel dus hoe belangrijk dromen hier zijn. En ik weet daar hele verhalen over te vertellen. En ook wat je ermee kunt doen op het moment dat je dus wakker wordt.
Het begint donker te worden in het park en dat betekent dat de lichtjes aangaan. Op het moment bevinden wij ons aan het einde van het park. En door de lichtjes te volgen komen we weer aan het begin van het park. Nou, zoals jullie zien is het hartstikke donker. De lampjes zijn natuurlijk hartstikke leuk. Maar helaas kunnen we zo de dieren niet meer zien. Dus we hopen dat we nog een paar verlichte verblijven tegenkomen. We hebben de giraffenstal gevonden, dus we gaan even een kijkje nemen. We zijn alweer op het einde gekomen van Gas erop. Tot de volgende keer! De dieren in de Beekse Bergen krijgen ook een kerstdiner en dat mogen de bezoekers op de tweede kerstdag serveren. Nou, chef, jij bent genomineerd voor Sociaal Werker van het Jaar en je werkt bij Contour de Twern. Wat doe je daar precies? Kan je dat een beetje uitleggen? Ja, ik ben sociaal werker in de wijk Tilburg-Reeshof. Wat ik dadelijk doe is op allerlei manieren ervoor zorgen dat mensen in de wijk en buurt mee kunnen doen. Dat doe ik door projecten en activiteiten op te zetten. Dat doe ik door mensen individueel te begeleiden. Dat doe ik door heel veel samen te werken. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de opstapbus. Er gaan ouderen dagelijks met twee busjes op stap. Die worden opgehaald in de heel Reeshof en door heel Tilburg. En vrijwilligers gaan er elke dag mee op pad. Een ander voorbeeld is dat vandaag iemand toevallig kwam melden dat hij een fiets over had en dat hij graag wilde schenken. En aan de andere kant kende ik een mevrouw die niet zo lang nog in de wijk en in Nederland woont, die te voet naar haar vrijwilligerswerk ging. Dus zodoende ook op die manier die mensen samenbrengen om ervoor te zorgen dat die mevrouw makkelijker mee kan doen en gewoon op de fiets kan naar vrijwilligerswerk. Ja, dat is een supermooi gebaar. Ja. En om genomineerd te worden, ja, dat is natuurlijk al hartstikke leuk dat je wordt genomineerd. Maar dan moet je voorgedragen worden. En weet jij misschien wie dat heeft gedaan? Of ja. Ja, meerdere mensen dat hebben gedaan? Ja, dat heeft mijn team gedaan. Waarvoor bedankt. En die hebben mij toen inderdaad aangedragen bij dan mijn leidinggevende weer. En dan zo in de hele organisatie hebben ze een verkiezing gehouden. Ja, en dan ben ik uitgekomen, ja. En wat denk jij nou waarom ze jou hebben gekozen en niet bijvoorbeeld jouw collega? Want jullie werken allemaal ja. Voor de maatschappelijke omgeving. Ja, ik denk we doen allemaal mooi werk. Dus ik denk ook niet zozeer dat ik het zoveel beter zoveel beter doe dan andere collega's. Maar ik denk dat ze mij voorgedragen hebben. Omdat wij zorgen ervoor dat mensen kunnen doen waar ze blij van worden en gewoon mee kunnen doen. En ik word heel erg blij van mijn werk. En daardoor ga ik altijd wel wat harder lopen en vind ik het leuk om nieuwe dingen te doen. Door erin te spelen op wat er nodig is en ook buiten de lijntjes te kleuren. Dus ik denk dat dat een van de redenen is. Ja, dat lijkt me wel echt heel erg dankbaar werk. Wordt het ook heel erg gewaardeerd, denk ja, je? Ja, ja? Het welzijnswerk is denk ik een van de meest waardevolle beroepen die er is. Want je kan mensen heel praktisch en snel verder helpen eigenlijk. Dus je springt er gewoon in en het begint vaak met een kop koffie en gewoon aandachtig luisteren. En daarna ga je gewoon nadenken. En met partners en vrijwilligers zorg je eigenlijk heel snel voor dat iemand verder geholpen is. En dan krijg je heel veel dankbaarheid voor je. Ja, ja, dat kan ik wel begrijpen. En heb jij vroeger als kind al deze ambitie gehad om andere mensen te helpen? Nee. Nee? Nee, ja, nee, ik was wel altijd gezelschapsmens. Nou, als kind al wel heel erg onder de mensen, dat vond ik leuk. Maar pas later, ik dacht eerst het onderwijs in te willen. En dat is later, ik zit ook in het onderwijs, maar ik dacht eerst in het primair basisonderwijs te willen gaan werken. En uiteindelijk ben ik toevallig hier terechtgekomen bij het sociaal werk. Ja. En hoe ben je daar terechtgekomen dan? Ik liep het verkeerde lokaal in, bij een open dag. En toen dacht ik, oh, dat is wel interessant. En ik had nooit zo goed in de gaten waar ik nou goed in was. En uiteindelijk ontdekte ik dat het omgaan met mensen en het begeleiden en het kunnen luisteren en coachen, dat het ook een talent is. En dat dat in het sociaal werk heel goed van pas komt. Ja, want in het onderwijs help je natuurlijk ook mensen, maar zeker. Op een hele andere manier. En misschien niet altijd zo dankbaar. In ieder geval. Nee, dat is wel. Nee, onderwijs niet altijd. Als je vrijdag les geeft tot 5 uur, dan dat doe ik ook nog. Mm-hmm. Dan zijn ze me niet altijd dankbaar, nee. Nou, ja. Dat kan ik begrijpen. Nou ja, voordat we verder gaan praten, hebben wij ook iets speciaals gedaan voor de kerst. Wij hebben namelijk met de hele crew van Met een Zachte G een kerstclip opgenomen. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shade. And in our world,
plenty. We can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. But say a prayer and pray for all the other ones at Christmas time. Mijn wens was om mijn kerst een leuke wens te vinden. Maar ja, weet niet gelukt. Niet van jou? Mijn kerstwens voor 2018 is om veel meer te gaan reizen en veel meer van de wereld te gaan zien. En die van mij is om net zoveel te eten als dit jaar. Fijne kerst! Een kerstclip met een knipoog, zullen we maar zeggen. Nou, chef, we hadden net over jouw nominatie. Hoe reageerde je op die nominatie en weet je dat nog een beetje? Ja, nou, ik was de eerste team dat mij aangedragen, dus dat wist ik. En toen vervolgens appte mijn manager s'avonds laat om 10 uur dat hij me morgen even wilde spreken over het ROC waar ik ook werk. Dus ik dacht, oh jee. Jij dacht van, oh jee, dat is niet... Ik denk, hij gaat zeggen, het is te veel werk of je moet stoppen bij het ROC of zoiets. Of jij en toen in één keer, dus ik denk, oh jee, wie gaat hij nou om 10 uur appen? Dat doet hij nooit. En toen vervolgens maakte ik een soort verrassing van met confetti erbij. Oh, dus jawel, ik had het niet verwacht, wel heel bijzonder, een hele grote organisatie. En dan vervolgens nog de nominatie landelijk had ik ook helemaal niet verwacht. Ja, maar wel heel bijzonder, wel een eer. Ja, want was heel jouw team erbij om te vieren? Ja, die eerste keer dat is allemaal heel snel gegaan eigenlijk. En toen kregen ze snel bericht van die landelijke vakjury is het. En zodoende hebben ze de dag daarna snel even iedereen bij elkaar geroepen. Ja, want hoe gaat het? Je wordt voorgedragen, daaruit wordt een selectie gemaakt. Ja. En daarna word je ook nog eens genomineerd. Ja, we hadden intern, dus de Contour de Twerne Renewed, is één grote organisatie. Die werkt onder andere in Tilburg. Daar hadden ze verkiezing gehouden, daar was ik uitgekomen. Die hebben ze aangedragen landelijk. En dan landelijk krijgt de vakjury allerlei aanmeldingen. En die gaan dan kijken naar wie behoort in de top 3. En daar hoor ik dan bij samen met 2 anderen. Dat is een hele knappe prestatie, ja, om zo even te zeggen. En ik las ook ergens op internet dat van de 3 genomineerden gaan filmpjes gemaakt worden. Ja. Is dat al gebeurd en hoe gaat het in zijn werk? Kan je dat toelichten? Ja, daar zijn we nou mee bezig, of dat gaat gebeuren binnenkort. Het idee is gewoon kort een promotiefilmpje om een beeld te krijgen van nou, wie zijn de genomineerden en wat doen zij dan. En die zullen te zien zijn, ook zeker denk ik tot aan maart, hè. Want dan gaat er gestemd worden. Ja. En wat wil jij nou naar voren brengen in jouw filmpje om jou bijzonder te maken? Nou, ja, niet zozeer mijzelf, maar gewoon het gaat erom dat je op een
andere manier denk ik, kijkt naar, naar uitdagingen of misschien wel problemen. En dat je daar dat vooral regelt en organiseert. Ik denk niet zozeer dat je zelf altijd degene moet zijn die zorgt voor een betere wijk. Ik denk dat de mensen dat zelf moeten doen. Alleen jij moet ze daar soms een beetje bij helpen of mensen samenbrengen, zoals met de fiets net nog. Ja. En heb je ook al, weet je, wie de andere twee genomineerden zijn? Ja, nou, ik weet in ieder geval dat ze naar Utrecht en uit Rotterdam komen. Maar verder, ik heb nog niet heel veel ingelezen. En weet je ook niet wat ze doen? Eentje mantelzorg. Rond mantelzorg veel. En de andere meer rondom jongeren en jeugd. Ja. Oké, dus wel gevarieerd. Mix, ja, dat is wel echt heel mooi. Ja. En als je de titel wint, je krijgt natuurlijk ook veel prijzen. Mm-hmm. Maar ik las ook dat je uitgenodigd kan worden voor gastcolleges en voor andere lezingen. Nou ja, dat lijkt me best wel spannend. En wat wil je nou overbrengen aan die mensen die naar jou komen om te luisteren? Ja, dat zijn goede vragen. Ik moet nog even wennen dat mensen ook naar mij willen luisteren. Dat ik blijkbaar iets te vertellen heb waar ze van kunnen leren als sociaal werker van het jaar. Maar ik denk dat het verschil maken voor iemand hoeft zo moeilijk niet te zijn. Dus het is heel praktisch. Soms een fiets, soms iemand koppelen aan de juiste persoon. Soms de juiste mensen opzoeken om iets nieuws te doen. Het is allemaal niet zo moeilijk. En ik denk vooral leer van elkaar. En denk niet altijd dat jij de enige bent die iets bedenkt. Want het is al vaker gedaan. Dus maak gewoon gebruik van goede voorbeelden. En ga gewoon aan de slag met mensen die enthousiast zijn en die het graag doen. Ja, dus eigenlijk wil je een beetje het egoïsme van de baan helpen. Nee. Ik denk dat het heel makkelijk is. Ja, ik denk dat het... Het hoeft niet moeilijk te zijn om verschil te maken voor iemand. En ik denk als je zo begint, rustig aan, en dan zie je vanzelf dat je echt verschil kan maken door hele praktische dingen te doen. Iedereen, denk ik. Dus eigenlijk wil je het heel simpel houden en echt dicht bij jezelf blijven. Ja. Ja, je bent 26 jaar, je hebt dit nu al bereikt, wat ik best wel knap vind. En wat wil je in de toekomst nog meer doen qua projecten of qua lezingen overbrengen? Projecten, ik vind het vooral erg leuk om te kijken. Ik ben nou nog volop bezig in de Racehof met andere projecten. Daar wil ik vooral mee bezig blijven. En ik vind het leuk als ik iets kan betekenen voor het sociaal werk in zijn algemeenheid. Dus ook landelijk. En als ik er iets aan bij kan dragen. Ik denk dat we dan op die manier ook meer invloed hebben op nog fijnere buurten en wijken. Waar iedereen een plekje heeft. Dus dat zou ik dan wel leuk en mooi vinden. Ja, en kijk, je doet nu al projecten, ook bijvoorbeeld in de Racehof. Ja. Dus heb je ook ambitie om naar het buitenland te gaan? Nee, ja, ik hou het lekker in Nederland, in Tilburg in dit geval. Ik werk nu al een aantal jaren in de Racehof. De Racehof is natuurlijk een hele andere wijk dan bijvoorbeeld Tilburg Noord of West. En ook daar zijn wel andere uitdagingen en problemen. Dus mocht ik dan ooit willen switchen, dan ga ik in een andere wijk werken. Dat is voor mij al een grote stap. Ja, echt? En wat zijn die verschillen dan? Kan je die benoemen? Ja, nou ja, de Racehof is een wijk waar veel mensen wonen met een gemiddeld inkomen. Ook wel lage inkomens, maar op het algemeen hoge inkomens. En die heel erg leegstroomt, waar de betrokkenheid op sommige plekken niet zo heel hoog is. Dus waar je ook verloren kan zijn. Dus als je hulpbehoevend bent of een klein netwerk hebt in de Racehof, kan dat heel erg lastig zijn. In Noord en West heb je weer hele andere problematiek. Ook armoedeproblematiek veel meer dan in de Racehof. Dus zo heeft elke wijk zijn uitdagingen, waar wij als sociaal werkers aan de slag mogen gaan. En ik hoop dat jij nog vele uitdagingen mag aangaan. Ja, zeker. Nou, we zijn helaas alweer beland bij het einde van deze aflevering. En denk jij nu, chef, die verdient wel die titel Sociaal Werker van het Jaar? Pak dan even je agenda erbij, want stemmen kan pas vanaf half februari tot 10 maart op www.zorgwelzijn.nl. Maar voordat jullie weer een week moeten wachten op ons, hebben wij nog een nieuwe gebabbel. En de vraag van deze week is, hoe vier jij kerst? Met mijn familie. Ik denk gewoon met mijn familie en dan gaan we gewoon gezellig samen eten. Met hem en met mijn moeder. Ik ga naar familie. Kerstvieren met veel drank.